Nick Schreuder, gefeliciteerd met deze overwinning. Hoe hard was deze overwinning nodig voor Katwijk? Nou goed, het is natuurlijk altijd lekker als je twee keer verliest. Dat je daarna wint en zeker ook nog uit bij VVSB. Dus ik vind het een goede reactie van het team. Uiteindelijk denk ik dat we ook al zelf niet echt in paniek zijn geweest de laatste weken. Dus. Ook in deze wedstrijd eigenlijk geen moment sprake van paniek. Natuurlijk ook geholpen door een snelle voorsprong. Binnen 8 minuten was het al raak. Nou ja, goed. Dat is ook wat je hoopt, hè? Dat je een keer snel voorkomt. Zeker tegen ploegen die jou het spel laten maken. Dan is het altijd lekker. Uiteindelijk denk ik dat we het gewoon goed hebben gedaan en ook agressief waren. We zien ook met name als bijvoorbeeld Paul de Lange er niet bij is, dat je daarin toch wel wat mist als het even niet loopt of even niet draait. Een bepaald soort agressiviteit. Uiteindelijk ben ik heel tevreden hoe het team dat vandaag heeft gedaan. Als ik als soort van neutrale toeschouwer deze wedstrijd beschouw, dan heeft hij mij niet het spektakel gebracht waar ik een beetje op gehoopt had. Niet dat echte derby-gevoel. Maar daar heb jij maling aan natuurlijk. Nou ja, goed. Ik denk niet dat het aan ons ligt of aan onze supporters ligt. Ik denk dat wij geprobeerd er hebben een wedstrijd van te maken. En goed, we hebben ook te maken met tegenstanders die soms een andere filosofie hebben. En die wat verdedigender denken als ons. Dus ja, uiteindelijk denk ik dat wij dat gewoon goed hebben gedaan. Goed hebben afgestraft. Ik denk dat we even net voor rust, 1 minuut of 10, een beetje in de problemen kwamen. 2 kansjes weggegeven, dat was het. Ja, maar goed, ja. Dat was het misschien. Maar voor de rest denk ik dat we het gewoon uitstekend hebben gedaan. En we hadden een bepaald soort tactiek met Mengelink wat meer vanaf de rechterkant naar binnen. Waardoor hun in het centrum wat ruimte weggaven als Arroyo doordekt. Ja, ik denk dat Sanchez dat 2 keer heel goed doet. Hij scoort dan met geluk misschien, maar hij duikt er goed het gat in. En later nog een bal waar hij ook goed het gat in duikt en waar Mengelink hem terugkrijgt en waar hij van de lijn wordt gehaald. Dus ja, ik ben zeer tevreden over hoe ze dat hebben ingevuld. Dankjewel. Zal ik ook zeggen.